Goedemorgen, lieve kinderen. Op deze mooie, zonnige, warme zondag. Deze zondag vanaf een andere setting. Ik ben hier op vacationes, ergens in Nederland. En ik hoop een beetje een kleurtje te krijgen. De kinderwoorddienst gaat gewoon gezellig door. En deze week vertel ik jullie het verhaal van Jezus die over het water loopt. Er is hier ook een zwembad. Ik ga het zelf niet proberen, maar ik zou zeggen, luister en kijk mee naar het verhaal. En later heb ik ook nog een heel erg leuk knutselwerkje voor jullie. Hier vanuit ergens in Nederland, hele lieve zonnige groetjes van mij. Jezus is met zijn leerlingen aan de oever van een groot meer. Hij vertelt zijn leerlingen dat ze terug moeten gaan naar de boot waarmee ze gekomen zijn. Jezus zei tegen zijn leerlingen dat ze alvast met de boot naar de overkant moesten varen. Hij wilde zelf eerst nog de mensen wegsturen die naar hem waren komen luisteren. Toen hij alleen was, ging Jezus de berg op om te bidden. Het werd nacht en hij was daar helemaal alleen. De leerlingen waren intussen al een heel eind met de boot het meer opgevaren. Op het meer was veel tegenwind en de golven sloegen hard tegen de boot. Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, schrokken ze daarvan. Ze riepen, een spook! Wat waren ze bang! Jezus, die zag dat ze hem angstig aankeken, zei, ik ben het, wees maar niet bang. Petrus, een van de leerlingen, wist niet wat hij moest geloven. Hij zei, Heer, als u het echt bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Meteen zei Jezus tegen Petrus, kom. Petrus dacht niet langer na, maar stapte direct uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Toen Petrus voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang en begon hij te zinken. Hij riep, Heer, red mij! Jezus greep Petrus vast en zei, waarom twijfel je toch, Petrus? Is je geloof dan zo klein? Toen Petrus en Jezus in de boot stapten, stopte de harde wind. In de boot wachtten de andere leerlingen die alles gezien hadden. Ze bogen voor Jezus en ze zeiden, u bent echt de Zoon van God. Ja, en dat was het Bijbelverhaal, lieve kinderen. Oké, dan voor het knutselwerkje had ik iets heel erg leuks bedacht, dacht ik. Ik zag het voorbij komen, ik dacht helemaal leuk. Heeft niet zozeer iets met het Bijbelverhaal te maken. Maar wat we gaan doen is, je ziet hier twee hele leuke, lieve paardjes achter mij. En daar heeft het een beetje mee te maken, want we gaan namelijk met onze handen, gaan we dieren maken. En dan gaan we onze handen omtrekken. En daar komt dan een dier uit voort. Ik ga het nog even goed uitleggen in de volgende video. Dus ik zou zeggen, maak er wat moois van. En ja, helemaal leuk. Jullie hebben er ook zin in. Dus, nou. Zoals ik al zei, gaan we met onze handen dieren tekenen. En we beginnen met een giraf. We strekken onze hand uit, behalve onze middelvinger. Die trekken we in. En dan ga je met een potlood je hand overtrekken. Ik zou het niet met een stift doen, want dan worden je handen vies. Dus dat doe je later. Eerst met een potlood en dan teken je het met een zwarte stift over. Oké, als we dat hebben gedaan, dan moet de giraf natuurlijk een beetje oortjes krijgen. Dat doe je aan de pink en de duimzijde. Dan verbinden we die twee vingers. Papa of mama je nog wel even bij helpen. Wenkbrauwtjes natuurlijk. Mooie grote ogen. Dan tekenen we de
hals met de neusgaatjes. Twee halve rondjes. En natuurlijk een tongetje, niet te vergeten. Zo. En dan kan je het een beetje leuk gaan inkleuren wat ik heb gedaan. Ik heb de horentjes bruin gemaakt, de oortjes roze ingekleurd. Het tongetje heb ik rood gemaakt en de vlekjes ook een beetje bruin. En zo hebben we een giraf. Dan gaan we door naar een krab. Je strekt je vier vingers uit behalve je duim. En die leg je neer, trek je over, draai het blaadje om. Doe je precies hetzelfde, eerst met een potlood. En dan verbind je de twee handjes eigenlijk met vier vingers. Die trek je ook weer over met zwarte stift. En dan gaan we weer verder. Je tekent twee halve maantjes eigenlijk aan uiteindes. Met een zwarte stift. Twee oogjes. Zo. Dan moeten we de wenkbrauwen natuurlijk niet vergeten. Het zijn ook eigenlijk een beetje halve maantjes. Zo, lekkere dikke sprekende wenkbrauwen. En natuurlijk een mondje. Zo. En die gaan we natuurlijk ook inkleuren met één kleur. En dat is rood. Zo. En zo hebben we een krab getekend. En als laatste gaan we een hondje tekenen. Je steekt eigenlijk je hand recht horizontaal uit. De drie middelste vingers doe je bij elkaar. En je pink naar beneden. Duim omhoog. En dat trek je ook weer over met zwarte stift. Aan het oortje tekenen. Het oogje. De neus natuurlijk. Die maken we zwart. Zo. Dan gaan we een tongetje tekenen. Dat kon ik even niet met één hand. Dus dat heb ik even geknipt. Heb ik ook nog een halsbandje getekend. En dan nog een klein tandje. En ook dat gaan we weer inkleuren. Ik heb gekozen om met een mooie bruine stift in te kleuren. Roze weer voor de oortjes. En voor de halsband ook. En dan rood voor het tongetje. En zo hebben we een hondje gemaakt met onze hand. En hier heb je het. Drie dieren met behulp van onze handen. Plaats wil staan. Welke
mensen neergedrukt door zon. Diepere heiland, onze toevlucht. Gij zijt onze hulp en bron.